Welkom beste kijkers hier in de National Indoor Arena van Birmingham, de tweede stad van Groot-Brittannië. De finale staat op het punt te beginnen en de regie beslist om dat op het toestel balk te doen bij de Roemeense ploeg. Er zijn 8 teams in de wedstrijd en er wordt op 4 plaatsen gelijktijdig geturnd. Het Nederlandse team begint de wedstrijd op vloer. En daar staat op dit moment ook gereed om te beginnen Wyoming Masela uit Hengelo. Terwijl wij hier kijken naar de Roemeense Raluca Ioana Haidu. Roemenië dat titel verdedigt van 2 jaar geleden in Clermont-Ferrand. En hier als tweede zich geplaatst heeft achter Rusland. Ja, en zo'n val is natuurlijk gelijk al een punt aftrek. Omdat er op 4 plaatsen gelijktijdig gewerkt wordt, moet de regie natuurlijk altijd een keuze maken welke turnster in beeld wordt gebracht. En die moeten dus rekening mee houden dat wij van de Nederlandse turnsters dus niet, zeker niet alles in beeld krijgen. En maar elke keer moeten hopen dat de regie ook voor Nederland kiest. Maar goed, ik zal u toch op de hoogte houden van de vorderingen van Nederland, ook als dat buiten het beeld gebeurt. Inmiddels heeft deze jeugdige Haidu, die het uitstekend had gedaan bij de kwalificatiewedstrijd, want toen was ze de op 1 na beste op dit toestel, nu al 2 grote fouten gemaakt. En dat is natuurlijk een fikse aderlating voor het topturnland Roemenië. 2 volle punten aftrek. Een team bestaat uit 5 turnsters en de coach mag op elk toestel er 3 inzetten. De scores van die 3 turnsters worden opgeteld en dat is dus de team toestelscore. En zo gaan we dus 4 toestellen te lijf. Het slot van de Roemeense met een dubbelsalto gehoekt. Ja, dat is een heel zwak begin voor Roemenië. Dat zich nu vanuit deze positie dus moet terugvechten weer in de wedstrijd.